Sunday chocola en een Sunday caramel. Ja, twee chocola. Twee chocola? Ja. Dan is het €6,75. Dan mag je doorrijden naar het eerste aanbod. Oké, dankjewel. Wat is dat eigenlijk? Oh, ik wil er ook een. Dus een neem. Ik ga even zitten. Ik zie hier. Lekker geluid! Freek, ja. Ik moet een subwoofer hebben. Een subwoofer? Wat moeten we daarvoor doen? Je hebt er alleen plek voor in de kofferbak, neem ik aan. Ja, ik heb alleen plek in de kofferbak. Dus wat mij betreft zetten we dus een subwoofer in de kofferbak neer ofzo. De makkelijkste manier is dan gewoon even vanuit de motor en dan even een gaatje door de bodemplaat heen. Nou. En daar de kabels langs. Nou, zullen we dat niet doen? Ah, dan moeten we toch je auto uit elkaar gaan halen. Zeg maar de bedrading onder de middenconsole en de achterbank door. Oké. Okay. Dan moeten we even kijken hoe dat in jouw auto zit. Hier, Freek. Nee. We zijn op zoek naar een plek om de kabel langs naar achter te brengen. En ja, probeer de banken uit te krijgen om meer toegang te krijgen tot de zijpanelen, zeg maar. Om door de portieren langs. Ja, de bank gaat er niet uit. En nu? Ja, verder proberen. Oké, okay. Als het niet lukt? Dan moeten we iets anders bedenken. Wat gaan we nu doen? De kabel van voor naar achter leggen, de signaalkabel. Liggen er lekker bij trouwens. Ja, sexy hè. Nou, de kabel ligt erin en nu kunnen we alle panelen weer terugstoppen. Maar ik moet even eerst de tie-rips afknippen. Come and take a sip. Don't push me out, cause I'm going all in. OMG, OMG. Ik heb even snel achterin gegooid. En kijk wat het doet. Goed geluidje toch, Freek? Ja, ik vond het wel nice. Top. De signaalkabel ligt en alle panelen zijn weer terug. Alleen er moet nog 12 volt gevonden worden. Dan wil ik de 12 volt gaan zoeken, zodat we de subwoofer ook van stroom kunnen voorzien. Ik ben de draad aan het leggen om de versterker aan en uit te kunnen zetten. Anders gaat je accu leeg. Gisteren hebben we alles in elkaar gezet. Ja, helaas was het al het einde van de dag, dus we konden niet meer verder. Toen hebben we nog wel snel wel een test gedaan of dat alles werkte, alleen het werkte niet. Nee, we hadden alle draadjes, alle dingen hadden we aangesloten. En toen keken we. De subwoofer deed het wel, alleen de radio niet. Nee. Dus vandaag gaan we kijken hoe we dat gaan oplossen. Hey Raoul. Ja. Kijk wat ik nou gevonden heb in de archiefkasten. onze. Overal. Van de Bride Day. Die hebben we gewoon laten maken en we gebruiken ze gewoon niet. Hier Freek, trek jij hem ook maar aan. This new crazy mother. Doet hij niks? Ja, Willem, doet het niet. Nee, hij is stuk. Maar als we de motor aanzetten,
Dat doet het ook niet. Nou, dat kan niet. Is de zekering niet gewoon kapot? Nou, dat kunnen we doormeten. Maar we kunnen het ook gewoon checken. Ja. Nou, laten we dat wel gaan doen. Kijk jij even in het boekje, Raoul. Kijk in het boekje. Dit is zekering nummer 12, Jan Willem. Oké. Nee, dat klopt. Die is door. Freek, heb jij nog nieuwe zekeringen? Ja, ik heb nog wel nieuwe. Even zoeken. Dank u. 20 ampère. Pats. Is het dan ook niet slim om in die subwoofer een andere zekering te steken? Ja, dus, wat zit er nu in? Geen idee. Is van 30 ampère of ja, zo? Dan snap ik wel dat het niet eruit gaat. 30 ampère. Oh. Als we nou een kleine zekering in die subwoofer doen, als er dan iets misgaat, dan brandt deze door, niet heel de auto. Is dat een idee? Ja, dan ligt de zekering van je normale radio er niet uit. Precies. Oké. Vind je dat goed, Freek? Ja, goed plan. Ben je klaar voor Freek? Yes. I did it. Hij gaat aan. Dat is al goed. Moet wel weer de setup doen, zie ik. Cool. Nou, dan gaat hij eerst Disney muziek draaien, want dat is altijd met mijn auto. Heb ik iets met veel bas. Nou, schiet op. Ja. Mooi toch? Ja. Nou, van voor naar achter ligt er ook een signaalkabel. De signaalkabel is aangesloten op signaalpol van de auto. Die gaat pas aan als je het contact aanzet. Dus het mooie daarin is dat de subwoofer pas aangaat als je de auto aanzet. Dus dat hij niet je accu leeg trekt als je auto uitstaat. Maar dus, we hebben dus een connector nodig voor de accu-kabels. Dat is die dikke. En voor de signaalkabel hebben we een kleine connector die wij hebben bij onze LED-strips en zo. Nou, dan gaan we die er ook tussen maken. En dan kun je alles zo makkelijk losmaken. En dan kun je de subwoofer eruit halen. Rol, volgens mij is die af. Weet je hoe we dit moeten testen en vieren? Nou? Ik stel voor even een rondje rijden. Even lekker beat pompen. En dan even lekker quarter pounder halen lekker op de McDonald's. Lekker een burger in je buik. Precies, en dan even lekker muziek kunnen luisteren. Ja, goed. Gaan we doen. Ik kan ook gewoon niet meer in mijn zijspiegel kijken, dat trilt gewoon. Dat trilt ook, ja. Mag ik alsjeblieft van jou 3 quarter pounders? Ja, want dat is een duur, heb ik nog alleen de burger. Wat zeg je? Want dat is een duur, heb ik nog alleen de burger. Alleen de burger? Ja. Vond je dit videootje nou leuk? Druk even op de abonneerknop onderaan het videootje. En even op het duimpje omhoog, want dat vinden wij ook weer leuk. En dan zien we je terug in de volgende aflevering.